Welkom allemaal bij deze nieuwe vlog. Het is de maand januari. En in januari gebeurt er hier eigenlijk niet heel veel in Zweden en ook niet bij ons. Dus in deze video laten we jullie een beetje zien over ons dagelijks leven. Veel kijkplezier! Hallo! Nou, welkom in ons huis. Ook binnen hebben wij niet stilgezeten. Wat hebben we inmiddels gedaan? Nou, ik wil het even laten zien. We hebben een gordijnen opgehangen. De screens hadden jullie al gezien. Dus hier wat gordijnen. Daar gordijnen. De bank is er inmiddels, ligt vol met kleden voor Wolf. Dat kastje wordt nog vervangen. Verder hebben wij wat planten, nepplanten. En daar. We hebben dus die houtkachel dingen gedaan. Daar nog een tafeltje. Verder is dit de eetkamer. Ook gordijnen gehangen. Nou, en dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben in het huis. We doen alles lekker rustig aan. Er zijn nog lampen onderweg. Dus de lamp voor hier in de kamer, die is onderweg. Hebben we online besteld. Nou, en schilderijen gaan we pas op het laatst hangen. Die hebben we wel enkel uit Nederland meegenomen. Maar die komt pas op het laatst. Als we precies weten hoe alles blijft staan. Waar de lampen komen, waar de lampen hangen. Zodat we zeker weten dat de schilderijen op een goede plek hangen en dat we niet allerlei gaten gaan creëren in de muur. Dus dat is ons huisje tot nu toe. Doei! Ik heb mijn oude drone uit 2016 even uit de kast gehaald. De batterijen zijn helemaal op, maar toch ga ik nog even een filmpje maken van ons huis. Zo, en dan zijn we klaar met sneeuwschuiven. Dus heel de pad is gedaan. Het pad naar boven had ik al gedaan. Het pad naar de garage, schuur, andere schuur is gedaan. Voor een stuk bij de weg is gedaan. En bij onze brievenbussen heb ik ook meteen gedaan. Zodat de postbode mooi bij onze brievenbus kan komen. Om pakketjes en brieven af te leveren. Ik verwacht nog een heel leuk pakket. Ik had eigenlijk al gehoopt dat het er zou zijn, maar helaas is het dan nog niet. Maar dat laat ik je vast nog zien. Of in deze vlog, of in de volgende vlog. Doei! Nou, terwijl ik bezig ben met het editen van deze vlog, roept Karen: Joland, de postbode is er. Je pakketje is binnen. Dus dat ga ik even ophalen. Laat ik jullie gelijk even zien hoe de postbodes dat hier doen als de pakketjes niet in de brievenbus passen. Daar hebben ze een hele mooie oplossing voor. Nou, we zijn er bijna. Komt ie aan. Kijk, dan hebben ze gewoon een haakje
En dat hangen ze aan de brievenbus. Hartstikke mooi. Nou, daar hebben we de postbode. Nou, doen ze, netje in, ze doen hem netjes in een zak, zodat hij dus niet nat kan worden. En dat hangen ze dan mooi aan de brievenbus. En in Zweden is het zo, dat blijft gewoon hangen. Niemand die het meeneemt hoor. Dus ik ga het zo meteen even binnen openmaken, kunnen jullie het zien. Tot zo. Ons pakketje is binnen. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Jij bestelt altijd van alles. Ik heb en, besteld, hè? Ja. Even kijken. Ik heb geen idee. Dus dat ging gewoon zo aan de brievenbus? Ja, met een haakje. Met een haakje. Mooi, water dicht. Ja, dat vind je wel goed. Oeh, die doos heeft het wel. Een mooie doos. Ja. Niet helemaal heel meer. Ja. Er zit toch niks breekbaar in. Nee, dan. Oeh. Die heeft die eerst. Maakt niet uit. Wat is het erin, jongens? Hier? Ja. Pak eerst deze. Deze is voor jou, volgens mij. Stik het eraf. Kijk eens. Hoi. Lekkere hoodie. Koud. En wat staat er achterop? En achterop, wolfje, daar sta jij. Kijk. Yay, onze eigen ons eigen hoodie. Logo met een hoodie met de logo. Yay. Op de achterkant. En op de voorkant. Oh. En op de voorkant, ook eentje. De volgende, want we zijn nog niet klaar. Die is natuurlijk voor mij. Wolf Kerslaag. De hoodie voor en achter. Lekker warm in de camper. Ik heb een marine blauw. En het mooie is de riem. De riem is ook mooi marine blauw, hè? Mooi. Leuk. Helemaal blij. Kunnen we die ook weer aan? Nou, we zijn nu vanaf september. Ja, september, 11 september zijn we eigenlijk in Zweden. En hoe bevalt het ons nu? Nou, supergoed moet ik zeggen. Ja, ondanks dat het hier een stuk kouder is dan Bonaire natuurlijk, bevalt het ons erg goed. Het huis bevalt goed, het is lekker warm binnen. We proberen de kosten wat lager te krijgen door het graadje bij graadje naar beneden te krijgen. Al moet ik zeggen dat dat niet erg meevalt. En dan niet zozeer de kosten, maar om het binnen kouder te krijgen. We hebben een warmtepomp en die werkt met curves. Die kijken naar de buitentemperatuur. En aan de hand daarvan gaat die water warm maken. En die curve die staat inmiddels bijna op de default fabriekstand. En het blijft binnen nog steeds lekker warm. Maar goed, dat is verder bijzaak, dat is niet zo erg. Alleen maar leuk. Verder hebben we vandaag een erg mooie sneeuwdag, moet ik zeggen. Ja, zoals je ziet. Zal zijn, centimeter of 10 zeker. Is er gevallen. Maar goed, Zweden. Ja. Wij vinden het superleuk om hier te wonen. Iedereen zegt altijd Zweden is hartstikke duur land. Het valt allemaal reuze mee. Energieprijzen zijn hier iets lager dan Nederland. Je stookt wel veel meer dan Nederland, zeker elektra. Boodschappen om en nabij dezelfde prijzen als Nederland. Benzine is iets goedkoper. Maar verder alle andere voorzieningen zijn vaak een stuk goedkoper. Dus het is echt niet zo'n duur land. Nou, de plek waar wij wonen, we zijn er hartstikke blij mee. Lekker rustig, maar toch in de bewoonde wereld. Met de camperen, ja, dat staat even stil natuurlijk. Hij staat daar, als jullie zien. Dat gaat straks weer komen. In de zomer en in de lente.
Maar tot die tijd vermaken wij ons eigen prima met het winterweer. Dus ja, al met al, Zweden bevalt ons supergoed. De hond vindt het ook hartstikke leuk hier. Die vindt sneeuw helemaal geweldig. Dan doet hij het liefste alleen maar rennen en rollen door de sneeuw. Ja, missen we iets in Zweden? Nee, tot nu toe niet. Ik kan niet zeggen dat ik de warmte van Bonaire mis. De zee, de zon. Nee, ik mis dat eigenlijk allemaal niet. Komt straks allemaal weer. Als we gaan reizen met de camper, dan zien we het vanzelf weer allemaal. Dus nee, Zweden bevalt ons supergoed. Ik zou bijna zeggen een aanrader. Maar er komen al heel veel Nederlanders deze kant op. Verder, superleuk in Zweden. Ik zou zeggen, probeer het eens. We hopen dat jullie dit een leuke video vonden. Geef ons een duimpje als dat zo is. Vinden wij heel erg fijn als je dat doet. En we hopen jullie de volgende vlog weer te zien. Doei!